zes maanden geleden verhuisd. En ik heb erg weinig tijd gehad om op Kuiper te vissen. Maar dat gaat nu veranderen. Ik wil tenminste nog één dagsessie vissen voordat de winter invalt en ik weer ga snoeken. Ik heb nog een voorraadje Birdfood Scopex boilies, dus dat wordt het aas. Het plan is om 3 dagen achter elkaar te voeren en daarna nog eens 3 keer om de dag. Een pondje ongeveer. De aasaanbieding houd ik simpel. Links een 20 mm boilie met een pop-up, die gaat op de combi-rig. En rechts een 14 mm boilie op een normaal onderlijntje. Beide lijntjes zijn voorzien van haakje nummer 6 met een line aligner. Niks bijzonders, overal te vinden op internet. Ik houd het graag eenvoudig, want ik ga vissen op openbaar water waar geen sprake is van dressuur. Misschien wel hier. Dit is ook een serieuze optie. Een beetje ver lopen. Hier zou het ook kunnen. Maar ik ben bang dat hier toch aardig wat gevist wordt. Dus deze sla ik maar over. Ook dit is een potentiële kandidaat. Prachtig water. En ik zie nergens stekken tussen de riet. Dus wie weet. Serieuze optie. Dit is het laatste water dat ik bekijk. En dan maak ik een keuze. Ik heb gekozen en het is dit water geworden. Als de wind uit het westen komt, staat hij keurig op de kant hier. Dus ik ga dichtbij vissen. Het combi-rikje is klaar. Precies zo uitgebalanceerd dat ik geen grondloodje nodig heb. Zo heb ik het graag. Op de tweede hengel komt een simpel vastloodsysteempje met een enkele boilie aan de her. Ik ga niet veel voeren, zeker geen particles. Ik wil dus een beetje rond gaan zwemmen, dus er gaan per hengel een stuk of 20 boilies in. Heb ik wat gevangen, dan pas voer ik bij. Alles staat klaar. 1 hengel recht vooruit en eentje iets naar links. Het enige wat ik nog hoef te doen is ingooien, voeren en vissen. Ik heb steeds 's middags gevoerd en ik heb geen zin meer in nachtvissen en vroeg opstaan heb ik ook al een hekel aan, dus ik begin nu om 12:30. Nou, de eerste is binnen en van een plek waar ik nog nooit iemand op Kuiper heb zien vissen, dus ja, dat geeft toch wel een extra kick. Ik hoop dat er nog een paar zullen volgen. Leuk visje. Dit is nummer 2, een spiegel. Leuke vis, super fanatiek, vooral na 1:03, toen begon hij pas echt te knokken. En deze werd gevangen op een snowman. Terugzetten. Is hij erg ondiep, maar hij vindt zijn weg wel. Dan gaat hij al. Heel rustig vindt hij weg. Alle tijd. Weer een schubkarpertje. Niet groot, wel verschrikkelijk sterk, heel fanatiek.
bleef maar rondjes draaien voor me net. Maar goed, uiteindelijk moest u er toch aan geloven. Ik ga hem terugzetten. Hij heeft zijn best gedaan. En hij wordt bedankt. Joep, hij wil al. Ga maar, jongen. Je vrijheid tegemoet. Mooie tijd om te vissen die herfst. Er is van alles te zien. Zonnige dag in oktober met een temperatuurtje van rond de 22 graden en ik ben aan het kriphoppen op de lek. De eerste krip was niks en dat verbaast me niet echt. Er staat bijna geen stroming. En het water is glashelder. Maar dan ook echt glashelder. Op naar de tweede krip. Kijk of mijn 10 gram shad daar wat actie kan creëren. Op de tweede krip, ook geen belangstelling voor mijn shedje. Dus ja, of ze zijn er niet. Of misschien hebben ze gewoon trek in iets anders. Ik ga een ander kleurtje proberen. Ik ben benieuwd of ze hier wel trek in hebben. We zullen het zo weten. Scheepsrecht. Op de derde krip, na 10 minuten vissen ongeveer, deze mooie snoekbaars. Hier ben ik voor gekomen. Dit zijn mooie vissen om te vangen. Hij zet prachtige stekels omhoog. Glanst mooi in het zonnetje. Ja hoor. Zo wil ik ze zien. Ik ging op mijn gezicht bij het terugzetten. Hij heeft nog niet helemaal door wat de bedoeling is, geloof ik. Daar gaat hij. Ik ga een middagje dood aas vissen. Op snoek. En ik begin hier. Alles staat. Ligt. En zit klaar. Behalve ik. Dus even snel. Diepvries sardine eraan en vissen maar. Ik vis onder de dobber en ik blijf niet langer dan pakweg 20 minuten op één plek. Even zien wat er gebeurt. Ik ben alleen zo stom geweest dat ik vergeten ben om mijn sardines te ontdooien. Nou ja, dat moet het water dan maar doen.
Die eerste strek was geen succes. Ik zat voortdurend vast achter het talud. En raakte de ene en de andere sardine kwijt. Daar was ik dus al snel weg. Inmiddels ben ik zo'n 200 meter opgeschoven. En zit ik op de vijfde strek. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet veel vertrouwen meer in heb. Ik blijf nog een half uurtje. En dan ga ik lekker eten. Niks gevangen vanmiddag. Maar ja, hoe erg is dat? Met zo'n prachtige zonsondergang. Tijdens het inpakken krijg ik nog een toegift van de Big Painter in the Sky. Wat een prachtige lucht. Een paar dagen geleden is er gemaaid in de polder. Maar vissen met kunstlaars zitten voorlopig niet in. Het is nog steeds een rommeltje met heel veel drijfvuil. Rietstengels, gehakseld riet. Echt niet aan te beginnen. Ja, dan zal ik toch met doodaars moeten proberen. Al zijn de omstandigheden niet erg hoopvol, want het is vrijwel windstil. Het is gewoon warm voor de tijd van het jaar, met een heel strak zonnetje. Nou, toch maar proberen, we zien wel. Nou, deze dag waarschijnlijk, het is lekker weer, we gaan barbecuen. Daar hoort de sardine bij. Onverwacht, met dit weer. Ja, toch leuk. Nou, je ziet dat je met sardines niet alleen metersnoeken vangt, maar ook kleintjes. Ik heb nog een uurtje doorgevist in de polder. Maar het is niks meer geworden. Het is bij die ene snoek gebleven. Dus ik ben naar wat dieper water gereden. Hier. Ik had ook gehoopt dat er wat meer kabbel op het water zou staan. Maar dat is op dit stuk in ieder geval niet het geval. Misschien een stukje verderop wel. Maar hier ga ik beginnen. Vandaag, maar ik vang weer zo'n klein kereltje. Binnen 10 minuten ging ik mijn dobber er vandoor. Hij ging niet eens onder. Ik denk, nou, dan tellen 5, ik sla maar. Nou, deze rakker. Ja, die dikke dames die zijn gewoon moeilijk te vinden in deze tijd van het jaar. Ja, tenzij ik ergens in een haven ga zitten. Maar ja, rustig aan jij. Tenzij ik in een haven ga zitten. Nou, hij zei gewoon rustig, ik ga hem snel terugzetten. Maar ik wilde zeggen, tenzij je in een haven gaat zitten. Ja, dan zit je schouder aan schouder. Dat heb ik echt in zin. Ik heb het nog anderhalf uur geprobeerd. Maar het is niks meer geworden. Ik ben al niet zo'n dood aasvisser. Maar met dit weer heb ik ook niks. Veel te zonnig, veel te warm. Ik kom alweer terug als de herfst echt begonnen is. Perfect visweer met een mooie bries op het water. Beter wordt het niet. Nou, kijk of ze van sardientjes houden hier. Dit najaar is hard op weg om het najaar van de kleine snoekjes te worden. Waar ik ook ga vissen, ik vang geen zo'n fatsoenlijke snoek de afgelopen weken. Maar ik geef het niet op. Ik heb 2,5 uur lopen klunen langs dit soort kanten voor één klein snoekje. Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Zo'n beeld aan het eind van de middag is veel waard, maar niet alles. De volgende keer ga ik toch maar proberen in mijn nieuwe woonplaats. Eigenlijk niet mijn manier van vissen, want ik vis niet zo vaak tussen de huizen. Eigenlijk liever helemaal niet. Maar ja, noodbreekt wet.
3 jaar trouwe dienst was het topoog van mijn werphengeltje zo ver ingesleten dat ik al lijnbreuk had bij het ingooien. Nou, toevallig had ik nog een topoogje liggen van een karperhengel en dat zit er nu op. Maar het moet nog drogen, dus ik pak een ander hengeltje. Schade aan je visspullen is altijd een goed excuus om weer eens wat nieuws te kopen. En dat heb ik dan ook gedaan. Het is weer een 3 tot 12 grammetje geworden van 2,20 meter en bijna in dezelfde kleur. Maar wel van een ander merk deze keer. Nou, ik hoop dat het een vanghengel is. Mijn favoriete moletje zit erop, dus ik zeg uitproberen. Laat ik hier eens beginnen, aan de rand van het dorp. Daarna moet ik zeker even hier naartoe. Dit ziet er wel visnamig uit, wel het kommetje aan het eind. Nou, het eerste stekje laat ik wel even schieten. Want er is iemand al aan het vissen met een streamer, ook op snoek. Ik wens hem veel succes, hij ziet zichzelf vanzelf terug op YouTube. Een stuk of 50 honden rollen verder en ze hebben geen trek in mijn chatje van 3,5 gram. Ik ga het een stukje verderop proberen, achter dat bruggetje. Ah, daar komt concurrentie. Nou, mijn nieuwe hengeltje heeft zijn vuurdoop gehad met een leuke snoek. Ik zal hem even van dichtbij laten zien voor de kijkers. De topactie valt een beetje tegen van deze hengel. Het is iets te traag naar mijn zin, ik heb het liever wat strakker. Maar drillen daarentegen, dat was weer een feestje. Hij mag terug. Ik ben nu aangekomen op een stek die ik nog maar even voor me hou. Want waarschijnlijk zullen er niet veel mensen vissen hier, denk ik. Nou, in ieder geval binnen 2 minuten een snoekje. Niet groot, maar 8. Lekker bezig. Binnen 5 minuten haak nummer 2 zeg. Weer een kleintje. Dit is echt het najaar van de kleintjes aan het worden. Jaren geleden dat ik er zoveel achter elkaar gevangen heb in oktober. Ja, sukkel, je moet je wel omkeren. Loop. Huis nummer 4. Die is nog niet zo lang geleden verschrikkelijk gepakt. Door een andere snoek. Nou, die hoop ik dan straks te vangen. Maar het zou natuurlijk ook een aalscholver van geweest kunnen zijn. Ik ga hem snel terugzetten. Verder. En ja hoor, weer zo'n kleintje. Nummer 6, hè, geloof ik.
zoiets. Ik heb er net nog eentje verspeeld, een losschieter. Ja, 6 denk ik. Even terugzetten. En weg is die. Op dat laatste slootje is het niks meer geworden. Maar ik heb al heerlijk gevist vanmiddag. Ze waren niet groot. Maar ja joh, dit is zoveel leuker dan dood aasvissen. Lekker actief bezig. Elke aanbeet is leuk. En elke dribbel is leuk. Met zo'n klein hengeltje. Heerlijk.